Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Af en toe ben ik er, zoals je merkt. Als ik inspiratie heb of zoals nu. Deze hadden jullie nog van mij te goed. Een favoriete video. Heel lang geleden dat ik dat gedaan heb, maar wel heel leuk om weer te doen. En er zitten een paar gouden ouwe bij, een aantal nieuwe vondsten. Dus het leek me heel leuk om die met jullie te delen. Als ik een klein beetje zachtjes praat, daar ligt een kindje te slapen, daar ligt een kindje te slapen. Ja, niet hier in deze kamer, maar daarnaast. Dus een beetje zachtjes praten. Midden zit naast me de kat, voor wie je er niet kent. Dus het wordt een gezellige boel. Maar laten we maar gewoon beginnen bij de basis. Als jullie het leuk vinden, kan ik ook nog een zeg maar, video meer doen over verzorging. Dus qua gezicht, huid, haar, de hoes je bent. Dus laat maar weten of jullie dat ook leuk vinden. Dat ik daar nog even een favoriete of welke ik dagelijks gebruik zeg maar, video van maak. Maar goed, make-up favoriet is altijd lastig, want ik heb heel veel favorieten. Maar... Nou, er liggen hier best een aantal en daar ga ik vandaag met jullie doorheen. Om te beginnen met de basis. Ik heb heel lang primer gebruikt en toen ook weer heel lang niet. En ja, ik merk nu het weer kouder begint te worden, zodat ik er echt weer zin in heb om te gebruiken. Gewoon even lekker een beetje glow op de huid te smeren. En daarvoor gebruik ik de Laura Mercier Pure Canvas Primer. En dan dit is de Illuminating variant. En die vind ik heel mooi. Geeft gewoon een hele mooie... glowy basis aan je make-up. Ik gebruik hem nou ja, bijna elke dag. Omdat ik hem zo lang niet heb gebruikt, zit het niet altijd in mijn systeem. Dan denk ik, oh ja, wacht even, mijn basis. Maar het geeft gewoon even net dat beetje extra glow aan je huid. Wat je in deze donkere tijden wel kan gebruiken. Dan heb ik twee... Ja, ik heb een aantal favoriete foundations, tinted moisturizers, BB creams, whatever. Ik heb er nu twee uitgekozen die ik bijvoorbeeld ook... mee op vakantie. Dat zegt volgens mij voldoende dat dat mijn, echt mijn favoriete, wat is dit precies, favoriete producten zijn. De ene is een tint moisturizer en de andere een foundation. En dat hangt gewoon heel erg af van de dag. Waar heb ik zin in op dat moment? Hoe ziet mijn huid eruit? Soms heb ik gewoon zin in een lekkere full-on face. Ik ben nog steeds al redelijk van naturel, maar tenminste als je vergelijkt met sommige andere beauty lovers op het wereldwijde web. Maar in vergelijking met mijn vriendinnen heb ik dan weer relatief veel op. Maar ik probeer mijn huid toch altijd wel heel natuurlijk te houden. Laat ik het dan zo zeggen. Maar goed, eentje is super natuurlijk. En de ander is, die kan je echt wel flink glam aanbrengen. Maar ook een beetje ertussenin. Nou, deze heb ik echt al heel vaak voorbij zien komen. Dit is echt mijn liefde. Dit is de Bare Minerals Complexion Rescue Tinted Hydrated Gel Cream. En ik heb de kleur Natural 05. En die heb ik eigenlijk het hele jaar door. Omdat die best wel sheer is, ja, kan ik daar best wel twee kanten mee opwerken. Als die echt te licht wordt, doe ik een beetje bronzie doorheen. Maar over het algemeen gaat het prima. En ik vind dit gewoon zo'n fijn spul. Ik heb een hele hoge huid. Dit vindt mijn huid gewoon lekker. Het wordt nooit cakey. Het wordt nooit crusty. Het wordt gewoon een mooie, egale, simpele basis. Die gewoon net eventjes dat filtertje geeft. Dat je denkt, yes. En niet dat je denkt, oh, wat heb ze allemaal op het gezicht gesmeerd. Ik heb ook sproeten, dus ik vind dat sowieso altijd een beetje lastig. Maar deze bijvoorbeeld in de zomer eigenlijk bijna altijd op. Nu het weer winter wordt, begin ik weer iets meer naar de dekking te gaan. Gewoon dat ik dat dan weer leuk vind. Maar ook bijvoorbeeld 's avonds, dan ga ik eerder, niet dat we nu nog ergens heen gaan. Maar weet je, als je dan op vakantie bijvoorbeeld, dan haal ik hem ook mee voor 's avonds. Dat vind ik dan gewoon wel leuk. En dat is de verpakking ziet er niet meer uit, maar de Dior Backstage... foundation en ik heb de kleur 2N. Deze. En ja, dit vind ik ook gewoon een hele mooie foundation. Ja, de verpakking wordt er echt niet beter op. Maar heel simpel, maar prachtig. Het heeft een hele mooie natuurlijke glow aan je gezicht. Je kan hem best wel flink opbouwen, maar ik doe dat niet. Ik gebruik er niet heel veel van. Ik heb hem vandaag ook op, maar ik heb vandaag echt heel licht op. Met daaronder dus die Laura Mercier. Primer. Ik heb geen concealer op behalve onder mijn ogen. Maar het geeft gewoon even net een beetje dekking. Net even dat beetje extra. En ik vind deze kleur mij ook heel goed staan. Dit is ook een kleur die ik best wel lang in de winter en best wel lang in de zomer kan hebben. In de zomer doe ik er dan een beetje brons bij. Zeg maar over het algemeen kan deze kleur mij twee kanten op. En met heel veel foundations heb je toch gewoon één kleur voor de zomer en één kleur voor de winter nodig. Mijn vriendin komt er even gezellig bij, inmiddels. Dan gaan we door naar een van de meest nieuwe ontdekkingen die ik heb gedaan. Maar die je al wel, als je me langer volgt, al een aantal video's hebt gezien. Dat is deze fantastische Huda Beauty Tentour. En ik heb hem in de kleur Light.
En dit is een crème effect bronzer en contour. En het is een heel mooi doosje. En als je hem openmaakt, staat ook tan and tone. Het is dus een beetje een crème product. En hij wordt dan een soort van poederiger als je het op je gezicht doet. Ik shape ermee, maar het is tegelijkertijd ook een beetje een bronzer. Light is bij mij een hele natuurlijke kleur. Niet te bronzy en niet te assig, zeg maar. Hè. Dus het is echt inderdaad een mooie tussen tanning en toning in. En ik vind hem echt prachtig. Ik vind hem heel natuurlijk. Je denkt zeg maar de seconde dat je... Ik breng het altijd met deze kwast aan. De Real Techniques, hoe heet deze? Sculpting Brush. Deze. En je denkt zeg maar de eerste keer dat je zeg maar dit denk je echt... Oh, dit gaat nooit meer goed komen. En dit is vlekkerig. En wat gebeurt hier? En dan begin je te blenden. Denk je, yes, dit wordt hem. Ik ben er helemaal blij mee. En waarom dit product niet eerder is in mijn leven gekomen, weet ik niet. Hij is ook nog vrij nieuw. Maar echt, love it. Echt helemaal enthousiast. Ik dacht dat, ja, dat ga ik in de winter niet gebruiken. Maar ik moet zeggen dat ik het vandaag ook weer op mijn hoofd heb gesmeerd. Want het geeft gewoon net een beetje extra. En wat ik ook al heel lang, en dit is echt, nou ik weet niet hoeveel verpakking al, die al behoorlijk gebruikt is. Dit is mijn geliefde Body Shop Bronzing Powder in 03 Medium Matte. Ik vind dit fantastisch spul. Ook dit vind ik een mooie, niet te warme bronzer. Dus je kan er ook gewoon een beetje mee shapen. Ik vind het echt een underrated product. Ik hoor er nooit iemand over, maar het is echt mijn go-to bronzer. Omdat ik de kleur heel natuurlijk vind bij mij. Ik vind bij veel bronzers wordt het te bruin oranje. En deze heeft dat totaal niet. Helemaal top spul. Dan, en deze heb je ook echt al 1000 jaar in mijn video's gezien. Maar dit blijft gewoon eigenlijk de highlight waar ik altijd naar terug ga. En dat is de MAC Soft & Gentle Mineralized Skin Finish. Ja, dit is zo'n bekend product, zeg maar. Het is gewoon de perfecte champagne glow aan je huid. Ik vind het echt de mooiste highlighter die er is. Voor zover ik ze natuurlijk ken. Want heel veel highlights van tegenwoordig zijn best wel glanzend. Best wel in your face. Maar deze is gewoon super natuurlijk. Maar geeft wel echt lekker die glow. Wat ik zeg, ik hou echt wel van make-up. Maar ik mag ook wel gewoon een beetje natuurlijk blijven. Dus ja, deze word ik echt heel blij van. En als ik dan producten mag kiezen waar ik het liefst in wissel, dan zijn het wel blush en oogschaduw. Eigenlijk blijft mijn basis altijd redelijk hetzelfde. Ik heb een aantal foundations om uit te kiezen. Of tenminste, ik heb er best wel veel. Ik heb laatst flink gesaneerd. Maar ik heb daar gewoon altijd een aantal favorieten. En bronzer, gewoon de basis zeg maar, blijft altijd redelijk hetzelfde. Maar blush wissel ik graag en oogschaduw wissel ik graag. Maar dit zijn zeg maar, de favorieten die ik nu het meest gebruik. Als eerste de Dior Backstage Rosy Glow Blush in 001 Pink. En dit schijnt een blush te zijn die Color Awakening Universal Blush for Natural Healthy Glow. En deze past zich dus aan je huid. Dus zeg maar zo ziet het er niet uit op je gezicht. Want je denkt, wat gaat hier precies gebeuren? Maar hij... Ja, je kan het denk ik niet zien, maar hij doet zeg maar iets met je huid, waardoor je gewoon echt een hele mooie natuurlijke rosy glow krijgt. Dus ik heb nu best wel flink blush op, love it, maar heel vaak wil je ook gewoon een beetje natuurlijk. En dan is deze heel fijn, want deze ja, verdwijnt eigenlijk een beetje, maar geeft even net dat glowtje alsof je, dat dingetje als je buiten bent geweest op een koude dag, heb je net een beetje van die rode wangetjes, dat doet deze. Deze hebben jullie ook al heel vaak gezien, maar blijft, deze heb ik net nieuw gekocht, blijft gewoon, vind ik, een super mooie blush waar je ook nooit iemand over hoort. Dat is deze, dit is de Be Creative Makeup, dat is het make-up merk van Issy Paris in de kleur 03 Precious. En dit vind ik zo'n mooie peachy kleur die ik heel vaak op mijn wangen doe. Ik heb hem nu ook op en dan doe ik hem een klein beetje in mijn arcadeboog. Super subtiel, gewoon over mijn oogschaduw heen. Dat maakt namelijk het blauw in je ogen poppen. Het is gewoon een hele... Ja, ik heb hem nu vrij dik op, maar je kunt hem super natuurlijk aanbrengen. Of je kunt hem flink opbouwen. Ja, ik vind dit echt een hele mooie blush. En ik hoor daar nooit iemand over, maar ik vind hem prachtig. Dus misschien een tipje. En ook niet heel duur. Ook heel fijn.
En dan, deze is echt een beetje een van mijn winterblusjes. We gaan nu natuurlijk een beetje de herfst in en zo. En dan begin ik weer naar mijn warmere, minder peachy, meer warme blusjes te gaan. En dan vind ik deze heel mooi. Dit is de MAC Blush in Warm Soul. En dit is een hele, ik heb die andere helemaal niet laten zien, maar dit is gewoon een, wel een beetje peachy, maar wel wat warmer, iets meer bruin tinten, iets meer oud roze, zeg maar. Ik vind het een hele mooie natuurlijke kleur. Ik begrijp dat veel mensen die niet van blush houden, juist deze ook wel mooi vinden, omdat die gewoon echt heel natuurlijk is. Dus ik vind het een hele fijne. En dan natuurlijk als laatste, oogschaduw. En dat is voor mij bijna een onmogelijke keuze, maar... Ja, er zijn toch wel paletjes waar ik wat vaker naar grijp. En ook een paar mono's waar ik wat vaker naar grijp. Maar ik heb het nu gehouden tot 2 paletjes. De ene ging mee op vakantie. Dus die hebben jullie al gezien. Dat is ook even mijn nieuwste ontdekking. Dit is de Dior Backstage Again. En dit is het palet in 002 Cool Neutral. Hele mooie, coole, natuurlijke kleuren. Zoals de naam al doet vermoeden. Ik gebruik ze bijna allemaal met heel veel liefde. En dan als tweede de Nude Light van Huda Beauty. Nou, ten eerste vind ik het echt een plaatje om te zien, dit palet. Gewoon, en ik hou van kleine paletjes. En dit is de kleur, of hier staat de Huda Beauty Light Nude Obsessions. En deze heeft iets minder gebruikelijke kleuren er ook bij. Dus ik gebruik ze niet allemaal heel veel. Maar dit rijtje gebruik ik die. En deze en die gebruik ik iets minder. En ook... deze glitter gebruik ik ook niet zo vaak. Maar wel een heel mooi paletje. En die oogschaduwkwaliteit is echt heerlijk zacht. Ik vind het prachtig blenden. Dus zeg maar, deze vind ik qua toegankelijke kleuren iets fijner. Maar qua structuur vind ik die Huda Beauty echt fantastisch. Dus ja, dit waren mijn make-up favorieten van de afgelopen... Hoe lang heb ik dit niet opgenomen... Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden, een beetje geïnspireerd zijn geraakt. Laat ook weten of je dit soort video's leuk vindt. En ook of je bijvoorbeeld mijn skincare en haircare en dat soort dingen wil zien. En ik ben ook mega blij met al jullie lieve reacties. Ik heb het al in mijn vlog van ons weekendje weg laten zien. Maar ik weet niet welke eerder online komt. Dus anders weet je dat er nog wat aan zit te komen. En ik heb geen schema meer. Maar als ik iets upload zal het op zondag zijn. En dat zal soms wel zijn en soms niet. Ik ben ook met een soort organizing video bezig waarbij ik allemaal plekjes in mijn huis eventjes ga herordenen. En slimme opbergtips en dat soort dingen. Dus daar ben ik ook mee bezig. Maar laat vooral ook weten wat je nog graag zou willen zien. En dat helpt mij in de inspiratie. En dan blijf ik toch nog een beetje lekker op YouTube. En vergeet natuurlijk niet te liken, duimpje omhoog en je te abonneren. Want als ik merk dat mensen het leuk vinden, dan ga ik dit soort dingen gewoon weer vaker proberen en kijken hoe dat gaat. Dus laat maar weten.